onder het motto Het Geelvink Museum moet blijven, hadden vrijwilligers van het museum op 11 juli een flashmob georganiseerd op de Zaadmarkt met medewerking van het Harmonieorkest Nieuw Leven uit Steenderen. Er was veel belangstelling voor dit gebeuren en allen onderstreepten het belang dat het muziekmuseum in Zutphen moet blijven. Het museum is ruim 2 jaar in het Rijksmonument De Wildeman. Als het aan de gemeente ligt, moet het museum per 1 september eruit, omdat de huurprijs door het museum niet opgebracht kan worden. Omdat de eerste drukjes van een enorme hoofdbui naar beneden kwamen op het moment dat wij instrumenten terug moesten. En ik had ook niet verwacht dat we weer ooit dit zouden moeten doen. Want we dreigen weer opnieuw dakloos te worden. We zijn heel warm ontvangen in Zutphen. En we mochten dit gebouw hier gebruiken. En we hebben hier het muziekmuseum ingericht. En het was eerst uitproberen, maar uiteindelijk had de gemeente gezegd, goed, jullie mogen hier blijven. Die warmte, die voel ik hier in Zutphen nog steeds. En vervolgens is een petitie gestart en zoals daarop duidelijk te zien is, 3.500 handtekeningen uit de hele wereld, waarvan er zo'n 600 uit de omgeving, uit Zutphen en omgeving. Ik zeg heel duidelijk over omgeving, want Steenderen behoort tot deze omgeving. Heel erg hartverwarmend. Van het Harmonieorkest met de mooie naam Nieuw Leven uit Steenderen. Daar stond ook heel duidelijk in waarom ze het wilden doen. Namelijk, Zutphen, dat is voor hen een belangrijke stad hier in de streek. En zij hebben Zutphen geleidelijk aan in de laatste jaren steeds.
steeds meer zien ontwikkelen tot een stad voor cultuurliefhebbers. En ja, dat zagen wij dus zelf ook. Thank you.